Morgen is er bijvoorbeeld een debat en dat heeft alles te maken ook met het schip Sea-Watch. Het zou niet voldoen aan veiligheidseisen. Het schip ligt aan de ketting in Marseille, in Zuid-Frankrijk dus. En volgende de VVD moeten de veiligheidseisen zodanig aangescherpt worden dat het schip niet meer kan uitvaren. Aan de telefoon, Tweede Kamerlid voor de VVD, Remco Dijkstra. Meneer Dijkstra, goedenavond. Goedenavond, hallo. Goedenavond. Ik zat toch even te denken, als dit Sea-Watch deze mensen die op de Middellandse Zee worden opgevangen nou niet terug naar of door zouden voeren naar Europa, maar terug zouden brengen naar Afrika, zou u dat wel een goed idee vinden? Nou, de bedoeling is dat mensen het risico helemaal niet nemen en gewoon niet in die bootjes stappen. En dat gebeurt nu wel, omdat die Sea-Watch daar ligt, of in ieder geval lag, zijn op die manier 37.000 mensen naar Europa gekomen die ja kansloos zijn, want ze zijn illegaal. Dus ik heb liever dat ze daar niet zijn. Dan stappen die mensen ook niet in die bootjes en hoeven ze niet een risico te nemen met hun leven. Ja. Waarom dan toch dat aanscherp van die veiligheidseisen? Nou, het is bizar. De Sea-Watch is een schip, een groot schip. Alleen het is niet zeewaardig. En het vaart onder Nederlandse vlag. Het staat in het Nederlands register, terwijl het een Duitse organisatie is. Maar ze maken eigenlijk misbruik van de regels. Want het staat te boek als pleziervaartuig. Nou, ja. Je vaart met zo'n schip op de Middellandse Zee. Het zijn niet de loosrechtse plassen. En het schip moet gewoon veilig zijn. En is dat op dit moment gewoon niet. Is het echt te voorkomen dat zo'n Duitse organisatie onder Nederlandse vlag vaart? Nou, het liefste zou je willen dat je die vlag af kan pakken. Dat is wettelijk wat ingewikkeld. Dus daar moeten we aan werken. Maar ik denk dat we alles uit de kast moeten trekken om te voorkomen dat ja, die Sea-Watch een soort pendeldienst is tussen Noord-Afrika en Europa. Het is gewoon kansloos en moet gewoon stoppen. En omdat het schip niet veilig is, het voldoet dus niet aan alle eisen die ervoor gesteld worden. Niet eens de internationale eisen als het gaat om schepen op zee. Dus dat moet eerst in orde komen voordat ze verder kunnen. En wat mij betreft duurt het heel erg lang. Ja. Hoeveel van dit soort boten, los van of het onder Nederlandse vlag varen, varen er überhaupt de Middellandse Zee? Heeft u daar enig inzicht in? Nou, de Sea-Watch was de enige die het nog deed. Er zijn iets van 5 organisaties met meerdere schepen die onder deze nieuwe richtlijn vallen. En die moeten voldoen aan een aantal eisen die ook normaal internationaal erkend zijn over de constructie, over de zeewaardigheid. En je moet je voorstellen als je 30 man of misschien 300 man aan boord neemt met je 10 of 15 bemanningsleden en mensen zitten daar maandenlang. Ja, dan levert dat hele vervelende situaties op. Ze komen geen enkele haven meer binnen. Dus het beste is gewoon dat deze actie van Sea-Watch stopt en dat we gaan zorgen aan een structurele oplossing, namelijk opvang in de regio en voorkomen dat mensen in die bootjes stappen. Nou geeft Sea-Watch zelf toe dat ze aan die aangescherpte eisen niet voldoen, maar stelt u zich nou toch eens voor dat ze dat binnen afzienbare tijd toch lukt om aan die nieuwe eisen te voldoen en dus weer kunnen gaan varen. Wat dan? Nou, ze weten sinds september waaraan ze moeten voldoen. Binnenkort, ja, morgen hebben we dan het debat erover. En ik heb inmiddels begrepen dat ze ook geen enkele intentie hebben om eraan te voldoen. Ze willen gewoon uitvaren van Marseille, waar ze nu aan de ketting liggen, naar Corsica om bemanning op te halen en proviant. Ja, en daarna verdwijnen ze natuurlijk naar de Middellandse Zee. En dat moeten we echt voorkomen. Dus als ze uitvaren, zijn ze op dit moment gewoon strafbaar. Nou, levert het wel wat oneenigheid in de coalitie op? De ChristenUnie is namelijk groot voorstander van het werk van Sea-Watch. En dan gaat het natuurlijk niet om de zogenaamde pendeldienst, maar vooral eigenlijk ja, om de humanitaire hulp die ze daar bieden. Hoe lost u dat in de coalitie op? Nou, ik denk dat waar we het over eens zijn is dat we mensensmokkel, wat het eigenlijk is, dat we dat niet moeten willen. Dat moeten we ook niet faciliteren of in stand houden op deze manier. We hebben hetzelfde doel, namelijk dat er geen doden vallen op zee. En wij zeggen, nou, als het schip gewoon daar niet vaart, dan stappen mensen ook niet in die bootjes. En is het voor iedereen duidelijk. En zolang die Sea-Watch daar vaart of anderen, ja, zullen mensen dat risico blijven nemen. En dat is gewoon geen oplossing, geen structurele oplossing voor de toekomst. Dus Sea-Watch moet gewoon aan de ketting. En wat mij betreft verdwijnt het schip dus ook. Aangezien de verwachting is dat de migrantenstroom vanuit Libië gaat toenemen, dan kunt u wellicht deze boot met verscherpte maatregelen aan de ketting houden. Maar ja, dan komen er vanzelf weer nieuwe bootjes, toch? Nou, die moeten ook voldoen aan dezelfde eisen. Ieder land heeft gewoon internationale eisen waaraan voldaan moet worden. De Sea-Watch doet dat niet. Die vaart echt als pleziervaartuig. Nou, je kan echt niet volhouden dat het een pleziervaartuig is. En iedereen zal het er ook mee eens zijn dat het gewoon veilig moet zijn. En anders moet je het niet doen. En wat we willen is natuurlijk structureel opvang in de regio. En dat de Libische kustwacht ook zijn werk doet. En de mensen, als ze bootjes aantreffen, die weer terugsleept naar de dichtstbijzijnde haven. Nou, dat is niet Malta, dat is niet Italië. Dat is gewoon de Noord-Afrikaanse kust. Nou, zult u ongetwijfeld in de aanloop naar het debat van morgen wat de knopen geteld hebben. Hoe staat uw voorstel ervoor? De minister heeft u de maatregelen aangescherpt? Ja, ik steun de minister erin. Ik vind dat we een harde lijn moeten voorstaan. De minister gooit het heel erg op veiligheid. En ik denk dat dat ook het beste argument is op dit moment om wat te doen. Die Sea-Watch moet gewoon niet uitvaren. Als ze dat wel doen, zijn ze echt in overtreding. Ja, dan gaat het schip gewoon als oud ijzer wat mij betreft door verder. Maar ja, die migratiecomponent hangt er zeker aan vast. En we willen gewoon dat het stopt. Dat is de enige manier om te voorkomen dat mensen verdrinken. Remco Dijkstra, Kamerlid voor de VVD. Dank voor uw reactie.